Dames en heren, goedenavond. Ik heb 3 kinderen en ik heb nog nooit over ze geschreven. Nooit direct, wel in allerlei brokjes en beetjes zitten ze wel in mijn verhalen. Maar Eva en Annemarie hebben me zo gek gekregen dat ik nu een autobiografisch verhaal heb geschreven. En dat ook nog voor in een soort korte remixversie ga voorlezen. Het gaat over mijn kind van 12 en het heet Elf. Samen liggen we onder het schuine dak. Na een lange hete zomer regent het. Eindelijk. Je kamer is onze tent. We luisteren naar het geroffel. Je bent al 11 en toch lees ik je nog voor. Uit Geheimen van het Wilde Woud. Vanavond galopperen we met ridder Tiuri door donkere bossen. Ontmoeten raadselachtige figuren. Verschuilen ons in een wereld ver weg van onze straat. Onze stad van steen. We rijden op het zwarte paard Ardanwen, nachtwind. We verbergen ons tussen varens en rotspartijen. In oude burchten staan we tegenover mannen in maliënkolders, hun gezichten verstopt in helmen. Stil lig je te luisteren. Op je dekbed steigert een witte eenhoorn tegen een nachtblauwe lucht, van Sinterklaas gekregen vorig jaar. Ik kan me nu al niet meer voorstellen dat je iets met een eenhoorn erop zou vragen. Je zou het te kinderachtig vinden. Je kleine, volle, serieuze hoofd, je sterke, magere lijf. Vorig jaar wilde je nog in een boomhut wonen, nu wil je naar het VWO. Je vader en ik zeggen dat het wel goed komt, dat als je dit niet haalt, je later altijd nog een jaartje extra kan doen. Je kijkt me niet begrijpend aan. Later? Het moet nu gebeuren. Er moeten sommen gemaakt, nieuwsbegrip, toetsen Engels en geschiedenis, boekverslagen. Ik lees je ook voor om je andere werelden te laten zien. Als ik na een half uur stop, protesteer je. Nog 2 bladzijden, zeg ik. Na vele omzwervingen ziet ridder Tiuri zijn vader terug. Kijk, ik hou de pagina's die we nog moeten lezen tussen duim en wijsvinger. We naderen het einde. Je bent 8 of 9. We zijn met vakantie in Italië aan de rotsachtige kust onder Genua. Elke dag gaan we naar het kiezelstrandje, uitgesleten in de bergen. De trein rijdt boven ons over een uitgehakt spoor langs de Blauwe Zee. Een paar jaar geleden waren we hier ook. Je was pas 2. Op een verlaten station ging ik treinkaartjes kopen. Ik had er niet over nagedacht dat langs het stille perron intercities raasden die alleen bij de grote stations stoppen. Gedender, gepiep. Ik draaide me om, zag hoe je zusje nog net op een bankje trok. De deinende zee onder het spoor. Je kunt al goed zwemmen. Jullie zwemmen allemaal goed. Jij, je vader, je zus. Je hebt een duikbril op, een snorkel in je mond en flippers aan je ranke bruine benen. Steeds weer duik je de golven in. Laat je ogen over de kiezels dwalen tot je iets ziet schitteren. Stukjes glas, rond en glad geslepen door de golven. Uren blijf je in het water, vlieg je naar de bodem om wat op te rapen. Niet eerder heb ik over je geschreven. Ik wilde je niet delen met de wereld, je niet noemen, je de vrijheid laten. Nu zie ik hoe alles en iedereen je betekenis geeft. De juf, je vrienden, de zorgen en hoop van je vader en mij, je plek als middelste van 3, je vele opa's en oma's, de stad, de PlayStation, onze welvarende buurt, onze minder welvarende straat, het plein waar de straatkinderen spelen, zoals jij ze noemt. Daar past ook nog wel een schrijver bij. Ik wilde nog iemand zijn naast moeder, dochter, vriendin. Een schrijver die werelden schiep, ontsnapte, ergens tussen de regels leefde, in een zelfgebouwde geheime hut. In mijn werk dwaalden steeds vaker kinderen rond, dat wel. Maar nee, zei ik, als het werd gevraagd, ik schrijf niet over mijn eigen leven. Alleen naar aanleiding van. En nee, ook geen kinderboeken, misschien later als de kinderen uit huis zijn. Ik ken een vrouw die opschreef wat haar kinderen zeiden. Die tekeningetjes maakte van wat ze die dag met hen had gedaan. Die wapenfeiten noteerde. Eerste tandje, eerste schooldag, laatste dag van de zomervakantie. Zoveel grappige zinnen, kleine gekleurde boekjes vol. Schrijvers die niet meer kunnen schrijven als ze kinderen krijgen. Schrijvers die voor de krant met hun kinderen op de foto gaan. Schrijvers die een tijdje bij een gezin in een Phoenixwijk gaan wonen om te ervaren hoe het is om kinderen te hebben. Schrijvers die de voorletters van hun kinderen gebruiken als ze over hen schrijven.
Schrijvers die een foto van hun turnende kinderen op social media zetten. Hoera, jee heeft haar zwemdiploma. Maar wat vind jij er eigenlijk van dat ik over je schrijf? Dankjewel. Dankjewel. Voordat je weer gaat zitten, wilde ik graag een vraag stellen. Want je zegt eigenlijk dat je dus nog nooit direct over je kinderen hebt geschreven. En voor, door Eva en Annemarie wel. Hoe was dat? Vond je het moeilijk? Nou, ik vind het emotioneel moeilijk. Want ik wil, nou ja, dat wil ik ook al zeggen in het verhaal. Ik wil die wereld van hun onbeschreven laten. En ik ben ook eigenlijk meer een schrijver die het fijn vindt om te denken dat ik van alles verzin. En dan blijkt het later heel erg uit mijn eigen leven te komen. Maar dan denk ik dat ik het heb verzonnen. Maar bij dit verhaal, ja, dat is, was bij het voorlezen een beetje moeilijk, maar het is heel erg opgebouwd in fragmenten. Ik had die vorm gevonden en ik zit voor mijn gevoel midden in zijn leven en midden in zijn ontwikkeling. En ik was wel heel leuk om aan te werken, omdat ik allerlei dingen die nu speelden erin kwijt kon. En dus ik vond het fijn dat ik een fragmentarische vorm had gekozen. Omdat ik, maakt het lekker makkelijk. Ja, het is ook zoiets, nou, niet per se, want dan wil je al die fragmenten goed krijgen. Dus, maar ik vond het kloppen bij de inhoud. Dus ik ja. En wat is nou het grootste verschil over indirect, want je zegt, mijn kinderen kwamen soms wel eens in mijn verhalen voor, of heel direct over je eigen kind schrijven? Als je over je eigen kind schrijft, wil je het toch recht doen. Dus dan moet het zijn zoals het is. Het voordeel van uberfictie is dat je lekker gewoon als je denkt, ja, maar het komt me veel beter uit als we niet Geheimen van het Wilde Woud, maar Spider-Man lezen, dan doe je dat. Ja. Dus je wil er echt recht aan doen. Ja. Ja, en nou ja, ook nog iets anders. Ik vind het naar hem toe, ja, hij heeft er niet om gevraagd. En het vind ik toch altijd bij kinderen, ja, volwassenen kunnen wat terugzeggen, maar een kind kan niet terug een opiniestuk schrijven in de Volkskrant van wat ik ervan vind dat mijn moeder over me schrijft. Ja, dus misschien krijgen die over 10 jaar nog. Ja, precies. Nee, want ik heb het dus ook nog niet laten zien, maar ik dacht, ik wacht tot ik het boek heb. Maar ja, hij is nu op zo'n leeftijd dat hij gaat zeggen, ja, boeien. Ja. Dus het zal wel goed komen, maar later krijg ik misschien nog wel te horen. Ja. Dankjewel. Goedenavond. Welkom in de Bali en welkom bij het programma De Moeder, de Schrijver. Mijn naam is Marlijn Geurts, ik ben programmamaker hier en ik presenteer vanavond met mijn collega Jante Mosselman, die net kersvers moeder is en volgens mij 3 weken, 5 weken met zwangerschapsverlof net hier uitkomt, presenteer ik vanavond dit programma. Ik zal me meteen bekennen dat ik geen moeder ben en ik ook niet weet of ik dat ga worden of ooit wil, maar ik dacht dat is ook wel goed voor een beetje het outsidersperspectief. We hebben een moeder en een moeder, geen moeder vanavond. Je hoorde net Sanneke van Hassel, dat is een van de schrijvers uit de bundel Ik Moeder. Die is net een week geleden of anderhalf week geleden in de winkel verschenen. En is ook de aanleiding van deze avond. Want Annemarie de G en Eva Kelder hebben besloten dat ze hier een boek over wilden maken waar allemaal verhalen in werden gebundeld over moederschap. Omdat ze belangrijk vonden dat vrouwen over moederschap gingen schrijven. Dat hebben ze gevraagd, dat hebben ze zelf gedaan, alle 2 een verhaal geschreven. En ze hebben ook 11 andere auteurs gevraagd om dat te doen. En die zijn hierin gebundeld. En vanavond zijn 10 van hen zijn hier. En met hen spreken we over het thema moederschap in de literatuur. Ja, en het is een thema waar eigenlijk, vonden wij, wel weinig over geschreven wordt. En al helemaal weinig door moeders zelf. En dat is gek, want literatuur gaat toch over grote thema's. Het gaat over leven, het gaat over dood, het gaat over liefde, het gaat over haat. En ik ben zelf dus bevallen, 5 weken terug. En het is zonder meer het meest bizarre en heftige wat ik ooit heb meegemaakt. En toen ging ik eens nadenken en ik kon me maar 1 bevalling in de literatuur herinneren. Of althans uit de boeken die ik had gelezen. En dat is toch eigenlijk best wel gek, op zijn minst. Nou goed, wat verder. We dachten dus, het is tijd om hier eens wat langer over te gaan praten. En ook wat langer over te gaan praten met vrouwen en moeders zelf. Waarom schrijven ze wel of niet over kinderen, over hun eigen kinderen? En hoe gaat dat eigenlijk, dat combineren van moederschap en schrijverschap? Hoe ziet de avond eruit? We hebben dus 10 verschillende auteurs. We hebben 2 tafels waarin we in 2 verschillende gesprekken gaan praten. En we hebben ook een aantal voordrachten. Net eentje van Sanneke, maar je zult er nog 3 vanavond horen. Die allemaal uit de bundel gaan voordragen. Het is een heel vol programma. Veel verschillende mensen en veel verschillende perspectieven. Maar ik denk dat dat goed bij de verhalenbundel past. Want eigenlijk is dat precies wat ze hebben gedaan om al die verschillende perspectieven in 1 boek te krijgen. Voordat we naar Annemarie en Eva gaan, was ik wel benieuwd wie er in deze zaal allemaal moeder is.
Dat zijn er veel. Ik ben ook trouwens blij dat ik best veel mannen in de zaal zie. Vind ik een goed teken. En wie van die moeders schrijft er? Dat zijn er ook veel. En als ik even naar u mag toekomen. Heeft u wel eens dat u literatuur leest en dat u denkt... ja, dat gaat over mij, daar herken ik mezelf in. Dat gaat over een moeder. Nou, ik heb net het boek gelezen wat nu net uit is... En daar werd ik, dat raakte me heel erg. Dat ik denk, ja, dat gaat over mij. Ja, en dat had u daarvoor nog niet? Nee. Nou, dat is alvast een goed begin. Volgens mij moeten we Annemarie en Eva erbij gaan halen. Geef ze een hartelijk applaus, degene die de bundel hebben samengesteld. Zo, mijn eerste vraag is natuurlijk, waarom dit boek? Dat heeft heel veel redenen. Maar het begon bij mijn eigen zwangerschap. Het heeft een hele persoonlijke oorsprong, denk ik. Namelijk dat toen ik was aan het bevallen en ik heb het al een aantal keer verteld. Maar het is echt zo, ik dacht tijdens... dat ik aan het persen was, dacht ik, dit is allemaal heel mooi en dit is fantastisch en het is een enorme, enorme oerkracht en mijn zoon nu komt zo ter wereld. Maar tegelijkertijd zal ik ook nooit meer schrijven. Tegelijkertijd zou ik dus nooit meer schrijven? Ja, precies. Ja, dat dacht ik. En dat is een hele dramatische gedachte. En ook gewoon krankzinnig, want dat klopt natuurlijk helemaal niet. In ieder geval, daar heb je natuurlijk zelf ook iets mee te maken... als je dat wel of niet wil laten doen. Maar de overtuiging was gewoon zo groot... dat ik dacht van, dit was mijn leven voor mijn kind en dit is het nu. En nu staat mijn leven in dienst van een soort helderheid, kalmheid, rust en regelmaat. En daar past niet de chaos en de verbeelding bij die ik gebruik voor mijn werk. En had je daar tijdens je zwangerschap nog nooit over nagedacht? Niet zo, nee. Niet zo? Nee. Nou ja, goed. In ieder geval toen was dat kind er. En toen dacht ik eigenlijk... Zo is het dan op een gegeven moment. Een prachtige zoon trouwens, hoor. Eigenlijk wat jij net zei, voordat we begonnen, van iets van, kan ik het nog? Of een soort van, je wil jezelf toch dan bewijzen van, nee, maar ik ben ook nog steeds die ander. Dat had ik ook. Ik wilde heel graag weer schrijven. Ik wist niet zo goed wat en hoe, maar wel dat ik hier iets mee moest. En toen kwam ik erachter dat er gewoon heel... weinig geschreven is over datgene wat mijn hele leven op zijn kop zette. Zowel fysiek als mentaal. Dus zo ben ik begonnen. Ik heb Eva benaderd heel snel. Dat was de enige goede schrijver die ik kende in mijn directe omgeving... die ook een kind had, waarvan ik op de hoogte was... Dat zegt ook wel wat. Ja, absoluut. In de literaire wereld is het nou eenmaal... Hè, als je op een borrel staat, dan laat je niet een foto van je kind zien. Dan praat je over de... Hè, de hogere kunst. Hogere kunst. Zodoende. En, want hadden jullie zelf al eerder over je moederschap geschreven? Of was dit voor jullie ook de eerste keer dat je dat ging doen? Voor mij was het de eerste keer, ja. Nee, voor mij echt helemaal niet. Ik heb zowel in mijn debuut als in mijn tweede roman eigenlijk heel intensief over moeders geschreven. Maar realiseerde me dat pas tijdens het maken van deze bundel. Dus dat vond ik eigenlijk ook wel veelzeggend. Met name in mijn tweede boek gaat het over een best wel getroubleerde moeder. Maar in mijn debuut eigenlijk ook. Dus eigenlijk schrijf ik al jaren over moeders zonder dat ik me daar bewust van was. En vooral vanuit moeders. Dus niet zozeer alleen maar, want dat zie je wel veel. Het kind dat reflecteert op de jeugd. En zoals Wilma de Rek had vorige week was volgens mij een stuk in de Volkskrant over dat zoveel schrijvers hun moeder er echt van langs geven. Er komen nogal wat gestoorde, nare, manipulerende moeders voorbij. Die zijn er ook. Dat is fijn. Die hebben we nodig voor de literatuur. Daar zijn we dankbaar voor. Maar hoe die gekke, gestoorde moeders zo gek zijn geworden, als ze dat al zijn,
Dat komt wat minder ter sprake. Ja. En want jullie zeggen eigenlijk, er zijn heel veel weinig schrijvers die over moederschap schrijven. Maar dat is wel precies jullie opdracht aan die auteurs. Ja. Hoe werd erop gereageerd? Nou, wisselend. Ja, het mooiste was wel een reactie van iemand die zei... eigenlijk vind ik dit doodeng. Ik heb dit nooit eerder gedaan. Ik ben geneigd om daarom ook te zeggen, ik doe dit niet. Ik schrijf niet over mijn kinderen. Die stop ik in een schatkistje en daar kijk ik af en toe naar, bij wijze van spreken. Maar ze komen niet in mijn boeken voor. En die reactie hebben we meer gehad. Maar dus, jullie wilden niet per se, dat hoefde niet over je eigen kind te gaan. Absoluut niet. En dat was het grappige ook. Wij stelden deze vraag per mail in eerste instantie, heel open. Wij gaan dit maken, doe jij mee? En we kregen vaak de vraag terug, is het autobiografisch? Moet het over mijn kind gaan? Nee. Maar zelfs als ze zeiden nee, dan was er nog steeds verwarring. Van ja, maar wacht even hoor, dus het gaat niet zozeer over mijn eigen kind. Blijkbaar is dat een hele natuurlijke reactie om dat te denken. Maar wij wilden de moeder als personage een ereplek geven. Niet zozeer de moeder die over haar eigen kind schrijft. En waar komt die angst, denk je, vandaan? Ik denk dat spreek ik even voor mezelf, maar ik vind het best wel moeilijk. En daar heeft deze bundel mij enorm bij geholpen. Ik ben een beetje als moeder uit de kast gekomen. Ik durf nu meer te zeggen, ik ben moeder. Een beetje wat Annemarie ook al aanstipt. Er is een soort van schaamhoekje waar je een beetje gaat zitten schamen als je en kunst maakt. Of misschien heb je een andere fantastische baan. Maar je ook heel erg veel tijd en energie en liefde aan moederschap van je kind wil wijden. En ik moest die twee werelden best wel met elkaar zien te rijmen. Dus dat betekent af en toe nee zeggen, omdat je voor je kind wil zorgen. En, kan je je een moment herinneren dat je die schaamte echt voelde? Dus dat je dacht, oh, ik kan nu beter niet vertellen. Of dat je wel had verteld dat je moeder was en dat je toch merkte dat er... Nou ja, wat ik zelf doe is vaak de hilariteit opzoeken. Dus als ik dan al iets vertel over mijn kind, moet het dan wel bijzonder leuk of grappig of chockerend zijn. Dan kom ik er weer weg. Maar de eerlijke verhalen over hoe het is om een kind te krijgen, het hele middeleeuwse tafereel, hè, je wordt gevierendeeld, et cetera. dat komt wat minder vaak ter sprake. Ik heb daar nu al jaren een soort van, nou ja, nog net geen terugkerende nachtmerries van. Maar het feit is, er is wel een leven voor en na het kind. Geldt ook voor vaders. Maar het hele fysieke proces van moeder worden, hoe de invloed op je werk, op het schrijven, of je nou chirurg bent of schrijver overigens, ik spreek er even voor iedereen. Dat is best wel iets wat we graag buiten de deur houden. Ja, want ik zat ook te denken, toen ik de bundel aan het lezen was, toen dacht ik, ja, misschien is ook wel het moeilijke dat er heel veel mensen moeder zijn. Dus die hebben allemaal een mening over wat het is om moeder te zijn. Ja. Dus ik kan me ook voorstellen, als je een wat somberder beeld of een net iets ander beeld laat zien dan het ideale moederplaatje, dat mensen daar misschien ook wel chagrijn of kritiek op hebben. Hebben jullie dat ervaren maken of helemaal niet? Nou, dat niet zo, denk ik. Maar het is wel zo dat iedereen vindt er wat van. Of zo. En dat is juist ook wel weer het mooie van dit thema. En volgens ons is het daarom het dus ook heel erg een literair thema te noemen, omdat het zoveel diepgang heeft. Maar het is wel zo dat iedereen heeft in ieder geval een moeder en heel veel mensen zijn ook moeder. Dus die vinden er wat van. En het is ook iets wat je heel graag heel erg goed wil doen. Ik denk dat er heel, heel weinig moeders zijn die het niet uitmaakt hoe het gaat en hoe ze hun eigen moederschap invullen. Terwijl dat is ook iets in de literatuur, in ieder geval in mijn eigen werk, maar dat herkennen denk ik heel veel schrijvers, ben je juist op zoek naar de dingen die niet goed gaan, die schuren, een soort van donkere kant. Je wil iets anders belichten, iets wat nog niet goed is. Terwijl in je moederschap wil je de hele tijd alleen maar als een soort van obsessief moederdier zorgen dat er vrede komt. En die twee dingen zijn ook heel moeilijk te rijmen, denk ik. Dus dat is denk ik ook een reden. Waarom. Want ik vond het best een somber boek af en toe. Of tenminste niet somber, het was geen licht boek om te lezen. Viering van het moederschap zijn, maar ik dacht wel van, best heftig. Ja, maar dit is het moederschap. Het is ook heel mooi. Maar het spijt me, dit is het ook. Waren dat ook de verhalen die jullie verwacht hadden? Is het veel mooier dan je leest in de libel. Kijk, het is en dat is niet erg. Die moet, zeg maar, dat is ook heel goed. Ik heb ook al die dingen gelezen over die manieren om borstvoeding te geven. Dat is ook allemaal prima. Maar het is wel, zeg maar,
juist de schakeerdheid, zeg maar, is dat een woord? De gelaagdheid, zeg maar, van het thema. En dat het inderdaad af en toe gewoon enorm. Nou ja, zwaar is het, dat mag ik niet zeggen van jou. Ik vind iedereen dat mij van tevoren vertelt. Ja, het is heel zwaar. Het dacht ik, zwaar, dit is overleven. Maar. Inderdaad, nee, maar dat doet ook helemaal geen recht aan wat het is. Maar het is inderdaad misschien ergens donker. Maar dat is dat toch eigenlijk elk echt thema wat ertoe doet. Ja. Maar ik vind donker ook niet. Volgens mij is het realistisch. En ik wil helemaal niet hier als een soort zenmeester nu allerlei wijsheden gaan orakelen. Maar volgens mij zit het duister in de realiteit. Het moederschap is inderdaad heel erg gelaagd. En er zijn hoogte- en dieptepunten. Maar ik werd net ook een verbod opgelegd. Ik wil meteen beginnen over de dood. Is een beetje zwaar. Maar moeder worden confronteert je met sterfelijkheid. Ga er maar aan staan hoor. Ik bedoel, je wordt elke dag als je naar je werk fietst, kun je onder de tram komen. Maar je schept leven. Dat leven kan je afgenomen worden. En daar ben je als moeder best wel van bewust. Dus we kunnen wel heel leuk en jubelend gaan doen. En volgens mij zit er ook heel veel liefde in de verhalen. Want ik vind het wel heel belangrijk om te zeggen, je kunt pas duistere kanten opzoeken als je ergens heel veel om geeft. Als iets je niet raakt, dan die liefde, juist omdat de liefde voor het kind zo groot en veelomvattend is, is de angst ook veel groter. Dus die wordt afgenomen, maar ook de kloof tussen ik ben moeder en ik wil werken. Hè? Dus het kind moet af en toe letterlijk opzij, omdat je je eigen ambities wil waarmaken. Dus dat kan alleen maar als er heel veel liefde is. Dus in die zin vind ik het ook echt wel het is een ode aan de moeder, maar zeker ook aan het kind en de liefde voor het kind. Ja. Ja. En waarom hebben jullie nu specifiek, jullie hebben allemaal moeders en vrouwelijke schrijvers gevraagd, dat echt wel duidelijk gedaan. En waarom vinden jullie het belangrijk dat er verhalen over moederschap door die moeders nou en door vrouwelijke schrijvers worden geschreven? Eva zei al, één belangrijke reden is dat we heel graag ook de fysieke kant wilden hebben. Een vrouw draagt het kind en doet er daarna afstand van. Dat is al een enorme gebeurtenis. Wat iets doet met de band van het kind. En dat is het. Dat is in ieder geval één hele grote reden waarom we dat wilden. En tegelijkertijd is het ook een beetje een reactie op de boekenweek die volgende week van start gaat. Met het thema De Moeder, de Vrouw, waarin twee mannelijke auteurs het geschenk en het essay schrijven. Waar wij het er niet mee eens zijn, maar laten we het daarop houden. Was het idee voor de bundel? Was dus die al voor de boekenweek begonnen en werd die daardoor nog eigenlijk extra urgent? Ja, zeker. Ja, inderdaad. Ja. Het idee, we waren er al wel aan bezig, maar nu wilden we er wel vaart achter zetten en wilden we wel gewoon nu hier mee gaan. En vinden we ook echt dat ook gewoon een vrouwelijke schrijvers en vrouwelijke fictie ook is, ook eens gevierd mag worden om dat woord nogmaals te gebruiken. Ik vind dat ook belangrijk, dat het ook, weet je, dit is een vrouwelijke manier van schrijven misschien ergens. Ook al is dat heel gevaarlijk om te zeggen, omdat je daardoor ook een soort scheiding maakt tussen mannen en vrouwen, de fictie of proza. Terwijl dat is er misschien wel niet, maar misschien ook wel. Dit is echt een boek geschreven door vrouwen op een positieve manier, denk ik. En het is ook hoogstaande literatuur. En ik denk dat we allemaal vooral zijn grootgebracht met mannelijke schrijvers. Die ook hun mannelijke vanuit een mannelijke denkwereld boeken maken. En en daar is niks mis mee. Maar er is ook nog een andere kant. En die wordt natuurlijk in heel veel boeken belicht. Maar dit en zo'n thema, dat vonden we gewoon heel uitgelezen kans. Om er nog even aan toe te voegen, er wordt gezegd, de CPNB, die dit prachtige thema in het leven heeft geroepen, werft ons terug in de jaren 50. Spruitjes, moeder aan het aanrecht. Sorry, maar we gaan terug naar de Victoriaanse tijd. We gaan eeuwen terug waarin de vrouw, zeg maar de rol binnen het huis. Misschien kennen jullie het Angel in the House. De vrouw werd echt als een hond gedomesticeerd. De vrouw moest gewoon shut up en and ride, zou ik willen zeggen. Maar dat dus juist niet. Dus we gaan eeuwen terug met dit boek.
boekenthema. En dat vind ik wel een beetje eng. Dat vind ik heel eng. En nog los daarvan, schrijven over het moederschap is niet alleen relevant voor moeders. Het is inderdaad relevant voor alle mannen in deze zaal, alle mannen in Nederland. Want we hebben tenslotte ook allemaal moeder. En we voeden vaak een kind op met een moeder. En in die opvoeding en die wisselwerking gaat ook nogal eens wat mis. Dus ja, het is een literair thema, net zoals de dood, verlies, angst, liefde, et cetera. Ja, en ik wil voordat we naar een volgend verhaal gaan luisteren. Ik zat toen je begon over dat eeuwenoude thema, zat ik ook na te denken van je hebt de belangrijke en beroemde schrijvers uit de literatuur, Virginia Woolf, Doris Lessing, Susan Sontag. En wat me opviel, dat is dat eigenlijk al die vrouwen als hele goede schrijvers werden erkend, maar wel allemaal als slechte moeders. Ja, dat is waanzinnig. Terwijl dat soms helemaal niet... Nee, maar dat is echt letterlijk dat ze het verhaal was dat ze hun kinderen hadden afgestaan voor het schrijverschap. Ja. En dat er achteraf bleek dat dat dan kwam eigenlijk door dat ze hun kind niet meer mochten zien omdat ze gingen scheiden. Of, dus ik dacht wel, jullie raken wel een heel eeuwenoud thema. Dus best moeilijk om dat met een bundel even te gaan doorbreken. Dat kan ook helemaal niet, maar om mijn eigen vader als voorbeeld te nemen, die heeft heel vaak tegen mij gezegd, waar heb jij nou zoveel moeite mee? Want je kunt toch schrijven en een kind opvoeden? Denk aan Thomas Mann. Die publiceerde boek na boek, had 6 kinderen. En toen ben ik hem maar even gaan googlen. En Thomas Mann had inderdaad een hele liefhebbende echtgenote die ongetwijfeld 's avonds haar haren uit haar hoofd trok in bed. Maar die inderdaad op gezette tijden zijn lunch serveerde. Ja, zo kan ik het ook. Dankjewel, pap. Ja. Het is niet 2019. Ja, ik heb geen huismand. Ja. Dank. En we gaan verder, want we hebben nog een vol programma. En heel veel dank voor voor dit gesprek. Ja, graag gedaan. We gaan nu eerst luisteren naar Aukelien Weverling. Goed. Het is niet autobiografisch, dat zal ik er maar bij zeggen. En mij is verteld dat ik af en toe een wat woedende voordracht heb. En misschien is het zinnig om ook te zeggen dat ik zo niet tegen mijn kinderen praat. Mag ik jouw boek? Nee, boek. Je vader had een fulltime baan. Ik niet. En met jouw groeien verdween mijn werk steeds meer uit zicht. In het begin maakte ik me daar druk over. Zocht ik cijfers op. Hoeveel vrouwen er wel zelfstandig bleven ondernemen. Hoeveel uur die vrouwen werkten. Waar ze dat dan deden en hoe. Ik probeerde zelfs op te zoeken wie er gelukkiger waren. Vrouwen die wel of vrouwen die niet werkten. Ik vond geen geschikt antwoord. We wandelden veel, maar nergens naartoe. Ik kwam in parken waar ik niet meer geweest was sinds de puberteit. Toen ik er in kleine kring blode met vrienden. Soms voelde het alsof ik door het flikkerend licht dat tussen de bladeren op mijn slaapgebrek viel, een grotere trip maakte dan toen. In je babyboek werd gevraagd om op een stippellijn een bepalend gezicht van deze tijd in te vullen. Ik schreef Abu Bakr al-Baghdadi. Het was de waarheid, maar ze bedoelde iemand die aardige dingen toevoegde aan deze tijd. De Nelson Mandela uit jouw begindagen. De Gandhi van jouw tijd die ergens mijlenver weg voor jou de wereld aan het maaien was tot een ordentelijk gazon. In een babyboek is geen plaats voor iemand die antieke bibliotheken in de fik steekt en rijen mensen onthooft omdat ze anders denken. Hoe bepalend en veelzeggend hij ook is voor onze tijd, voor jouw begindagen. Soms zocht ik op het internet op waar we zouden moeten schuilen als het bij ons zou gebeuren. Als ze bij ons zouden gaan schieten. En ik vroeg me af hoe je met een zuigeling die zijn hoofd nog niet zelf omhoog kan houden weg kunt rennen. Of hoe je een dreumes stil kan houden in een koelcel terwijl je wacht tot het kwaad de winkel heeft verlaten. Ik stopte met televisie kijken. Het eerste jaar gleed langzaam voorbij. Je rolde je om, je kroop van de bank naar de keuken, je trok je op en je liep. Ik was oprecht trots op het moment dat je stapje voor stapje, ik meen 4 stappen, door de kamer liep. Ik maakte er een filmpje van en stuurde dat naar je vader. Ik kreeg een duim terug en een grote smiley met verliefde ogen. Daarna verviel ik weer in de leegte van het leven met een kind dat ik gewoon was geworden. Een zandvlakte van verveling. Elke korrel een tweelingbroer van de andere. Ik voelde me een uitgehold ei dat er slechts was ter vermaak van een dreumers die er met een lepel op mocht slaan. Elke dag lag in het kielzog van de voorgaande. Je vader maakte promotie. Hij mocht een afdeling gaan leiden. Het betekende wel dat hij langere dagen zou gaan maken,
maar we konden het extra geld goed gebruiken nu we ervoor gekozen hadden dat ik thuis zou blijven. Hij had blakende wangen toen hij het me aan me vertelde. In Stoute Hond las ik het motto dat aan Epictetus was ontleend. Vrij word je niet door het vervullen van verlangens, maar door geen verlangens meer te hebben. Ik vroeg me af hoe lang ik al stoïcijns op de bank zat, zonder gebed, zonder invulling, met alleen een zwak vertrouwen dat het op een dag wel goed zou komen. Ik keek naar jou zo onvrij in je onbeteugelde verlangen naar mij, een gevangene van mijn affectie. We waren celgenoten, want in mijn kleine wereld waren jouw ongecoördineerde kussen mijn grootste wens geworden. Dankjewel. Ik wil je ook graag nog iets vragen. Je schrijft ergens in je verhaal ook: aansluiting bij de andere moeders vond ik niet. We hadden weinig gemeen, behalve dat we allemaal een kind hadden gekregen. En ik vroeg me af, heb je het idee dat aan moeders gevraagd wordt om ook hetzelfde te voelen en te ervaren? Nou ja, ik denk dat moeders zelf heel veel oordelen met zich meedragen. Of tenminste, dat... Ja, dat proef ik wel eens en ik merk ook wel eens dat ik dat zelf doe, hoor. Sorry, wat was je vraag? Je vraag was dat ik daar... Dat eigenlijk aan moeders gevraagd wordt van dat je... Of ze het zelf, dat ze geacht worden eigenlijk hetzelfde te ervaren. Nou, ik weet niet of het zo simpel is. Ik weet niet of het zo simpel is dat ze hetzelfde moeten ervaren, maar ze willen het natuurlijk allemaal goed doen. Het vreselijkste wat mij is overkomen was toen ik moest gaan winkelen voor de kinderkamer. En dat ik dan tegenover zo'n man stond en dat hij zei: ja, maar als je het beste voor je kind wil, dan koop je die wieg van €500. En dat ik dacht, ja, nou ja, ik wil misschien toch niet het beste, maar dan misschien toch iets meer richting de midden. De motie van 200 lijkt me ook geschikt. Zo'n zonder beste kind is het misschien niet. Maar je wilt het beste en vanuit die motivatie, tenminste de meeste moeders, denk ik, die bewust de keuze maken om een kind te nemen, die werken vanuit de motivatie dat ze het beste willen voor hun kind. En soms zie je dat zich etaleert in dat ze allemaal hele hoge eisen gaan stellen aan zichzelf. Mijn zoon zat op een vrij elitair schooltje en dan zei die moeder, die kwam na de vakantie terug en die zei: ja... het was een drukke vakantie. We hebben 3 musea gedaan. En toen was er eigenlijk, waren er nog maar 2 dagen over voor het theater. En je bent toch de hele dag aan het voorlezen. En aan het, ik dacht, nou, ik niet hoor. Maar je wil het beste doen. En daardoor durf je soms ook niet te zeggen van, het was even zo. Hij heeft 1,5 uur televisie gekeken en zijn trui is ook niet schoon. Ik heb wel even bijgetankt. Dat is... Ik denk dat het meer met normen te maken heeft die je voor jezelf stelt. Of heb ik het een beetje beantwoord? Ja, heel goed. Dank je wel. We gaan verder praten met Roos Slikker, die we graag uitnodigen. Neil Gonjerli en ook nog Annemarie. Gaat lekker zitten. Ja. Neem ook een glas water als je wil. Oh, wat heerlijk. Ik wilde heel graag beginnen met een stukje uit de inleiding van jullie boek. Die is geschreven door Eva en Annemarie. En die schrijven iets over de spanning tussen het schrijverschap en het moederschap. Wat ik wel interessant vond. Schrijvers kijken soms liever naar het leven dan eraan mee te doen. Ouders staan er volop in. Feestdagen, CITO-toetsen, zwemles... Schrijvers zijn op zoek naar verbeelding. Ze verstoren het liefst alles wat comfortabel en veilig is. En dat is precies het tegenovergestelde van wat de moeder zou moeten doen. Fictie stelt vragen. De moeder biedt houvast. Fictie exposeert, daagt uit, trekt de pleister van de wonden en soms hard. Ze vertelt iets wat niet in 2 zinnen is samen te vatten. Ik vond het wel interessant dat jullie echt zo'n best wel heftige tegenstelling tussen aan de ene kant dat moederschap en aan de andere kant dat schrijverschap naast elkaar zetten in die inleiding. Ik vroeg me af, Roos en Nielken, of jullie dat herkenden? Ik zat me eigenlijk gek genoeg net te realiseren dat ik pas fictie ben gaan schrijven nadat ik moeder werd.
Alsof ik toen opeens veel meer behoefte kreeg om iets te scheppen. Omdat ik toen ook al iets van vlees geschapen had of zo. Ik weet niet. Het is natuurlijk wel zo. Ik vind zelf soms de tegenstelling het lastigst tussen in je hoofd zitten en in je verbeelding zitten. En gewoon de banaliteit van alle dag. Dus de praktische zaken. Er moeten billen worden gewassen en luieruitslag en eten of zo. En dan zit je soms net lekker in een verhaal waarin ze misschien elkaars kop aan het afhakken zijn. En dan is het opeens heel banaal om te denken, spersiebonen. Dus dat is lastig. Tegelijkertijd juist het enorme reservoir aan angst inderdaad, aan liefde. Voor mij hangt kinderen krijgen inderdaad ook heel erg samen met, niet alleen met het leven, maar met de dood. Heeft volgens mij juist in literaire zin heel veel waarde. Ja. Ja, dus ik zie het minder zwart-wit, denk ik. Ja. En jij? Nou ja, in mijn geval, ik begon te schrijven eigenlijk meer over mijn moeder. Meer vanuit het perspectief als kind, die haar moeder analyseerde, dan toen ik moeder werd over mijn kind. Dus in mijn geval was het net andersom. Ik had een moeder die alles filosofisch en metaforisch omschreef. En als kind begreep ik dat allemaal niet. En ik had ook nog eens de pech dat ik haar kwijtraakte op mijn 15e, waardoor ik al haar zinnen ging herhalen in mijn hoofd. Ik had een moeder die zei, geluk is de kunst om een mooi boeket te maken met de bloemen die je hebt. Jarenlang dacht ik, oh, wat een mooi zin. En oh, wat geweldig. Maar toen dacht ik, ja, maar wat als je alleen maar cactussen hebt? Is dat dan het leven? En dus hoe ouder ik werd, hoe meer ik dacht van, ja, leuk dat mijn moeder al die mooie zinnen had om haar verdriet toch te verdoezelen in mooie woorden en in te pakken. Dus ik ging eigenlijk door haar mooie zinnen en de werkelijke kleuren van het leven te beseffen, het leven te erkennen en te herkennen. En daardoor heb ik dat boek Garnalenpelsen geschreven om mijn moeder eigenlijk te analyseren en daardoor mezelf en het leven te ontdekken. En ik ben mijn leven lang de liefde van mijn moeder gaan zoeken in alles wat leeft. En ik heb eigenlijk niets kunnen vinden totdat ik zelf moeder werd. En toen vond ik pas dat liefde in mezelf. En toen realiseerde ik eigenlijk, het is zo'n overweldigend groot liefde. Maar ik heb over mijn kind nog niet geschreven. Ik ben wel begonnen met een boek, Wie ben ik? Maar ik realiseerde me, zo een paar keer benoemd, eerder door Sanneke ook. Ik vond opeens niet dat ik het recht had om alles wat over mijn kind zomaar te schrijven en te publiceren. We hebben het altijd over privé, et cetera. Dus ik heb het ook niet gepubliceerd. Maar, heb je een voorbeeld van iets waarvan je wat je had opgeschreven en waarvan je toch dacht van, nee, dat kan niet. Dat is te... Ja, toen hij voor het eerst, hij was 7, hij is nu 14. Hij was 7 en hij begon over zijn schaamharen te praten. En ik heb daar toen een stukje over geschreven. En toen dacht ik, nee, dit kan ik gewoon toch niet maken. Het is zoiets persoonlijks voor hem. Maar ook hele bijzondere zinnen. De dag dat hij zei, mama, wat is God? Hij was toen 5. En dat hij dan later ontdekte dat God de tijd was. En dat zijn allemaal hele mooie momenten. Maar ik dacht, dat is toch niet uiteindelijk aan mij, omdat ik zijn moeder ben, om dat zomaar vrij te geven. Dat moet hij misschien zelf doen ooit als hij daar zin heeft. Dus ik heb bewust niet geschreven over mijn kind, maar wel over mijn moeder. En misschien dat mijn kind dan over mij schrijft, weet ik niet. En waarom ervaar jij dan dat, want jullie ervaren dat wel meer, zoals die scheiding tussen dat, of niet die scheiding, maar in ieder geval dat er een soort spanning bestaat. In wat voor manieren uitziet dat dan? Nou ja, in de eerste plaats wil ik nog hier heel even op reageren, want ik vind het wel grappig. Ik wil wel echt het onderscheid maken. Wij hebben echt gevraagd om een verhaal waarin een moeder het hoofdpersonage is. En dus niet een schrijf over je kind. Mm-hmm. En dat, ik vind dat heel interessant dat het nu... eigenlijk het gaat heel snel weer daarover. Alsof wij allemaal over onze eigen kinderen zouden moeten schrijven. Omdat we nou eenmaal zelf moeder gaan. Het gaat er voor ons om. En daarom zijn we dit boek ook begonnen. Wat gebeurt er op het moment dat je een moeder een stem geeft? Wat voor moeder dat dan ook maar is. En nou ja, dat is... En daardoor komt het ietsje verder van je af te liggen. En natuurlijk kan je je eigen
eigen ervaringen daarin meenemen, zoals we altijd doen als we dingen opschrijven, denk ik. Maar het is niet zo dat je... Het gaat niet over onze kinderen, dit. En ook de bundel gaat ook helemaal niet over onze kinderen. Dus nou ja, goed, dat heeft terzijde. Maar dat is, dat is wel... Ik denk wel dat daar iets in zit waarom het dus blijkbaar zo moeilijk is. Omdat we dat heel erg... Wij vereenzelvigen ons blijkbaar zo met dat thema. Dat we meteen ons eigenlijk verplicht voelen. Of in ieder geval dat we dat in die vraag ook meteen horen van... Oké, het moet dus over mijn kind gaan of zo. Terwijl dat... Dat is denk ik in heel veel gevallen dus niet zo. Dus dat is ook wel deel van het antwoord, denk ik. Dat je vroeg waarom het zo of het een of het ander. Yeah. Omdat het dus blijkbaar voor ons moeilijk is om het te rijmen. En wat ik net ook al zei, omdat het ook gewoon uit elkaar ligt. En je bent op zoek naar juiste verwarring of zo. En naar de dingen die anders lopen dan je wil. En zeker in echte fictie vergroot je dingen uit. En put je juist uit de dingen die vervelend zijn en waar je je hoofd voor wegdraait. Nou ja, dat is dus niet waar je in eerste instantie aan denkt als je schrijft over kinderen. Nou, en het fijne is ook wel dat... Ik ben trouwens zo'n moeder die wel over de kinderen schrijft. Sorry, mensen, daarvoor. Maar als mijn kinderen later 20 jaar bij de psychiater lopen, dan hoor ik het wel. Nee, daar zijn wel grenzen over. Dus het schaamhaar laat ik ook achterwege. Ik schrijf zowel columns als fictie. En in mijn columns gaat het soms ook over mijn kinderen. Maar zeker met de nodige restricties. Maar ik heb daar niet zo'n schroom in. Maar ik vind het juist zo fijn dat fictie bestaat. Want daarin kan ik in het hoofd van de moeder kruipen die ik zelf niet zou durven of willen zijn. Nee. En kan ik naar hoekjes in mijn eigen geest die heus wel uit mij komen. Want het is niet zo dat de fictie hier zomaar aankomt waaien. Dus ergens is er in dit hoofd ook iets aan de hand. Maar in mijn verhaal gaat het onder andere over een vrouw die haar kind achterlaat op het Centraal Station en wegloopt. Nou, dat zou ik zelf niet in mijn hersens halen. Ik heb er ook totaal niet de behoefte aan. Maar dit is echt gebeurd. En ik lees dan zo'n stukje in de krant en dan denk ik, wat is er in dat hoofd gebeurd? Hoe kan dat? En dat is het prachtige aan fictie. En daarom vond ik dit juist zo leuk om te doen. In plaats van de zoveelste columnbundel over moederschap. Dat ik dit mag uitzoeken. En daarin dus mijn eigen hoofd los kan laten. Daarop los kan laten. En die vrijheid en de literaire insteek van dit boek. Dat maakt volgens mij wat de meerwaarde is. Niet over welk kind het gaat of over welk kind het niet gaat. Lijkt me heel irrelevant. Ja. Denk je dat mensen die jouw verhaal lezen, om echt even daar in het verhaal te duiken, over dat kind dat achtergelaten wordt, denk je dat mensen zich dat kunnen, dat er moeders zijn die dat zich goed kunnen voorstellen? Nou, misschien als ze het verhaal lezen wel. Misschien. Er zijn natuurlijk wel eens momenten, tenminste in mijn duisterse fantasieën, als die kinderen echt heel onhandelbaar zijn en ik heel erg moe, dat je denkt, weet je jongens, ik loop weg en ik doe de deur dicht. En dan zie ik het wel. En nou, dat is natuurlijk een hele kleine mini-seconde. En dat doe je meestal niet. Of kort. Maar je laat natuurlijk niet je kind achter op het centraal. En juist dat gegeven, die extremiteit, vond ik er zo interessant aan. Omdat ik zelf nogal een moeder ben die voortdurend bang is dat de kinderen doodgaan. Dus weg zijn. Dat het op is. En dat dit verhaal stopt. Mijn verbinding met die kinderen. Ik heb ook moeite met het feit dat ze ouder worden. Terwijl ik tegelijkertijd dat ook fantastisch vind. Maar juist ook de vergankelijkheid die daar al weer bijna in besloten zit, die doet mij soms pijn en maakt me melancholiek. Dus dat zo ver van mij afstaat, vond ik juist fantastisch om dat als thema te gebruiken. Ja. Ja, juist daarom dus. Volgens mij is dat ook een thema waar je bijna niet over leest, trouwens. Nee. Dat ze groot worden, dat eigenlijk dat afscheid wat je ook, waar je ook al voor tekent op het moment dat je een baby
krijgt. Ja, ik vind dat was wel onder andere een ingang voor mij voor het verhaal. Dat ik merkte, en daar zit wel een stukje autobiografie in, dat ik met mijn kinderen op vakantie was. En dat ik dacht, ik kan tegenwoordig boeken lezen op vakantie. Dat is te gek, maar ik heb mijn boek nu uit. Wanneer komen ze weer? En dat ze dan als natte honden over je heen gaan hangen en zeggen, hey, doei, ik ga met mijn vrienden lunchen en weg zijn ze. En dat ik ook toen dacht, oh ja, dat is nu mijn leven. En dan heb ik jarenlang er naar verlangd dat ik eindelijk dat boek kon lezen. En nu zit ik dat te sippen bij het zwembad, want daar gaan ze. Het is voortdurend iets wat dramatisch, maar misschien ben ik dat. Het is voortdurend die afwisseling in emoties die ik heel interessant vind aan ouderschap in het algemeen. Ik wil nog even in de inleiding van jullie boek, er werd ook een beroemde quote van die Rachel Cusk aangehaald. Waarin ze zei dan als je een kind krijgt, dan heeft dan iemand anders in je geleefd. En na de geboorte leeft dit kind altijd binnen de grenzen van haar bewustzijn. Als een moeder met haar kind is, is ze dus niet zichzelf. Maar als ze zonder kind is, is ze ook niet zichzelf. Ja. Dat vond ik heel heftig. Dat ik dacht van, oké, dus als je dat kind dan eenmaal hebt, dan kun je die helemaal niet meer loslaten. Jij begint er nooit meer aan. Nee, maar ik kan me voorstellen, want ook als je aan het schrijven bent, dat eist een soort van totale vrijheid en verbeelding. En dan dacht ik, ja, misschien zit dat kind dan soms wel echt in de weg, als dat de hele tijd maar in je hoofd spookt. Ja, jij hebt daar iets minder last van, volgens mij. Ik weet niet hoe dat voor jou is, maar ik heb daar inderdaad wel mijn vorm voor moeten vinden. En nog steeds wel. Het is inderdaad dat als je kind in je buik zit, toen had ik er niet zoveel last van. Maar dan word je toch een soort nieuwe identiteit, entiteit bijna. En dan is het, nou, is het van je weg en dan ligt het daar. En in mijn geval loopt het en praat het. En nog steeds, het is gewoon een deel van mij. En dus inderdaad, ik kan me heel erg vinden in die uitspraak van Cusk, dat het inderdaad, ik voel me zeer zelden meer helemaal compleet. Omdat als ik met hem ben, dan mis ik mijn oude zelf eigenlijk bijna. En dan mis ik de onbegrensdheid van mijn fantasie. En als ik zonder hem ben, dan voel ik bijna alsof ik een arm mis of zo. En dat is inmiddels gaat dat wel. Maar dit is... nee, maar goed. Het is, en om dan te werken inderdaad vanuit je hoofd, waar hij gewoon zo'n deel van uitmaakt, dat is het. Dat is best lastig soms, ja. En herken jij dat ook of niet? Nou, het is een amputatie. Maar in mijn geval is het bijna mijn lot. Als kind was ik moederloos en ben nu als moeder kinderloos. Want mijn zoon zit op kostschool in Londen, omdat zijn vader Brits is. En in Engeland is het heel gewoon dat kinderen gewoon op hun tiende al naar kostscholen gaan en daar helpen die films Harry Potters niet echt aan mee. Mijn kind is opgegroeid vanaf dat hij 3-4 was met de verhalen van zijn opa's, van zijn neefjes, nichtjes, vader alleen maar over kostscholen en Harry Potter fantasieën. Dus sinds hij 10 was wilde hij alleen maar naar een kostschool. Dus op een gegeven moment konden we hem niet meer houden, dus vanaf zijn 12e. Hij zit nu op een kostschool in Londen, dus ik probeer elke week, elk weekend heen en weer te gaan om hem te zien. Dus het is een amputatie. Voor mij was het absoluut, toen het huis leeg was, het huis was niet meer een thuis. Hij is weg. Ik kan nog steeds niet zijn kamer in dat hij er niet is. Hij komt dan met vakanties wel. Maar het loslaten, maar aan de andere zijde heb ik ook vrienden die nu een soort lege nestsyndroom beleven op een 45ste, 50ste, dat de kinderen uit huis uitgaan. Dan troost ik me van, dat beleef ik dan nu. Ja, dat hoef ik in ieder geval niet als die 18 is en naar de universiteit gaat. Dus, Mag ik hier ook even iets persoonlijks over vragen? Want hadden jullie dit ook meteen vanaf de geboorte? Want ik vergeet soms wel eens dat ik een kind heb. Nee, echt. Zeg maar. Sorry. Nee. Jij kan hem gewoon op een station achterlaten. Nee, dat hoop ik niet, maar ik was laatst ergens en toen was het heel gezellig. En toen dacht ik, oh ja, ik ga nu weer naar huis, naar mijn baby. Ja. Dus ik vroeg me af, hebben jullie dat altijd gehad? Of is dat, of groeit dat? Bij mij is het wel heel erg gegroeid, moet ik zeggen. Ik had dat ook wel toen ik net bevallen was. Of eigenlijk het eerste hele jaar wel. Dat ik dat ook wel vaak vergat. Of wilde vergeten vooral. Maar ook wel vergat. Okay. Ja, nu niet meer. Maar, okay. Ja.
Ik was nog benieuwd van, ik zat te denken van, als je over schrijverschap en ook hoe jullie dat in die inleiding beschrijven, dat dat best wel een beetje een romantisch beeld is dat we nog steeds hebben. Van die schrijver die dan zich urenlang opsluit en dan de hele dag nodig heeft en dan af en toe een beetje inspiratie vindt en dan nog een glaasje wijn drinkt. En dan denk ik, zit dat beeld misschien ook niet een beetje in de weg als je nadenkt over heel moeders erg. En schrijvers? Dat zit heel ja. erg in de weg ja. en het is ook onzin, ja. vind ik. Maar misschien nee, helemaal niet. Het is helemaal geen onzin. Ja, dat is heerlijk. Nou, ik vind het ook heerlijk om ongestoord te schrijven en wijn te drinken. Daar gaat het niet om. Maar het is, ja, dat is heerlijk. Maar het is niet zo dat dat de enige mogelijkheid is. Nee. Dat bedoel ik eigenlijk. Nou, dat ja. vind ik onzin. Hoe ziet de andere mogelijkheid eruit? Nou, gewoon dat je gewoon een normaal leven leidt en dat je zo nu en dan een aantal uur gaat schrijven als zo'n kind op school is. Ja. Zo ziet mijn leven eruit. Ik sta 's morgens op, breng een kind naar school, ga schrijven. En om 3 uur ben ik de haal- en brengservice naar de voetbal en de judo. Ja, het is niet heel spannend en het is ook niet heel sexy misschien. Maar het is eigenlijk gewoon. Ja, maar dat lees je eigenlijk nooit. En dan heb ik nog wel eens 's avonds of midden in de nacht een idee, hè? Ja. Want dat schrijven gaat, ik kan nu ook een idee hebben. En dan kruip ik uit bed en ik slaap meestal in mijn blootje. Sorry dat u dat niet weet. Heel sexy. En sexy beeld van schrijven, dat je dan naakt je bed. Nou, dan ga ik nog. Nee, maar dan ga ik naakt mijn bed uit. Het is veel minder geil nu dan je het schetst. Ja. Ik ga naakt mijn bed uit. Ik ben knijternachtblind. Dan zoek ik op de tas mijn telefoon. Wil ik mijn man niet wakker maken? Sta ik in de badkamer? Sta ik dat idee zo in te toetsen? En dan ga ik weer naar bed en dan val ik in slaap. En de volgende morgen, ja, dan hoop je altijd dat er nog iets van over is. Een soort residu van wat je die nacht dacht. Dat is dan mijn schrijven. Maar heb je dan niet, als ik even vraag, waar haal jij... Wat zijn dan de gedachten die jij dan 's nachts hebt die je opschrijft? Daar kan ik mijn boekje over open doen. Maar zullen we dat hier bij de borrel doen? In de natuur staan. Nee, maar ik vraag dat omdat, ja. Omdat ik nog steeds, zeg maar, ik probeer me juist echt te ontworstelen aan die... aan wat jij zo schetst, die regelmaat van de dagen die zich aaneenrijgen en de uren dat je met je kinderen bent, zonder je kinderen, ophaalservice. Ja. Op welk moment heb jij dan nog originele gedachten die je op wil schrijven? Nee, het is een vraag. Nou, voor mij, maar ik weet helemaal niet hoe andere schrijvers werken. Maar voor mij werkt het dat als ik bezig ben met iets, dan zet ik een luikje ergens in mijn hoofd open. En zo nu en dan vliegt daar iets in. En dat kan, als ik heel hard ga zitten werken achter mijn computer en heel erg ga zitten wachten op die goede ideeën, komt er bij mij vaak juist niks. Maar ik ben een beetje schrijver in de categorie, ik sta te douchen en dan weet ik het. En dat is dan weer heel onhandig. Dus bij mij gebeurt dat ook midden in de nacht, maar ook in de speeltuin. Ja, okay. En ook terwijl er om me heen dat de hut afgebroken wordt, dan kan ik me daar ook heel goed mijn ogen voor sluiten. Dat scheelt misschien. Maar bij mij werkt dat beter dan dat ik denk, ik ga nu zitten en ik ga literatuur bedrijven. Want daar krijg ik het heel erg benauwd van. Dat vind ik heel lastig. Dus het hangt misschien ook een beetje van je bedrading af. Dat weet ik niet. Ja. Ik heb misschien gewoon een heel chaotische bedrading. Die af en toe dan gebeurt er wat of zo. Ja. 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 Ja, maar goed, het is dus niet zo dat ik... ik herken dat ook wel, hoor. En nou ja, op hele goede dagen heb ik dat ook. Maar het is... Ja, jij hebt dus niet zozeer de rust nodig of een soort van het niks waardoor er iets... Nee, ik doe het niet zo goed op het niks. Maar sowieso niet. Nou ja, maar dat is lekker. Ja. En ik moet er wel, maar ik moet een kleine aantekening erbij maken. Mijn kinderen zijn ouder dan die van jou. Mijn kinderen zijn 7 en 9. Die kunnen zelf hun reet afvegen. Dus dat scheelt, weet je. Dus ik word iets minder onderbroken door allerlei kleine zorgtaken. Want toen vond ik het wel lastiger dan nu. En nu kan ik ook zeggen, hé joh, smeer zelf even die boterham met pindakaas. En dan vind ik het niet heel erg dat ze om die boterham komen vragen. Maar ik ben dan ook wel bezig. Ze zijn nu wel enigszins menselijk. Ja. Nou, op een goede dag. Ja. Ik was zo benieuwd of jullie ervaren want jullie schrijven allemaal al lang, van of jullie moederschap vaak meegenomen wordt in jullie, hoe jullie beoordeeld worden als schrijvers. Of dat meetelt. Nou ja, meer gewoon van dat. Ik kan me ook voorstellen dat als je misschien denkt, nou, ik ga er niet over schrijven, want dan gaan ze me zo als zo'n vrouwelijke schrijver beoordelen die over
per kinderen schrijven. Ik heb het altijd gedaan, dus ik zal wel zo'n vrouwelijke schrijver zijn. Daar heb ik scheid aan. Ik laat me toch niet door iemand vertellen waar ik wel of niet over kan schrijven. Vind ik onzin. Ja, ik heb dat geloof ik wel, ja. Ja, ik... ik ben toch wel het liefst... Ja, ik word toch wel het liefst gezien als... als een soort rockster of zo. En een kind past dan niet echt in dat imago. Dus, ja. En jij? Nee, ik heb ze beide. Ik ben natuurlijk begonnen met over mijn moeder te schrijven. Dus het was meer voor mijn moeder. En als over mijn kind heb ik het eigenlijk zelden over gehad. Ik ben meer gedrukt in de allochtone hoek van die schrijft wel even over verschillen van... ik zit meer in de allochtone hoek. Ik heb weer de smaak van de knoflook te pakken in plaats van de luier. Ik zit weer in een hele andere hoek. Ja. Dat is dan mijn imago. Sluiers, boerka's. Ja. Terroristen, moslims, ja. Gooi het er maar in. Ja, de boomkamer. Ik was zo benieuwd, als, want we moeten alweer bijna door, want we hebben zoveel vrouwen die vanavond meedoen. Wat zou voor jou de grootste stap zijn die gemaakt moet worden om die spanning nou weg te halen? Want is dat iets wat gewoon in jezelf zit en dat je denkt van ik moet gewoon dat los gaan laten en ik moet die een manier vinden om dat samen te doen? Of is dat ook iets meer maatschappelijks waarvan je denkt van er moeten meer verhalen komen of we moeten een ander beeld van schrijverschap creëren of... Ik denk allebei. Ik denk dat het heel erg helpt hoe meer van zulke soorten bundels er komen, hoe meer van zulke soorten verhalen er verteld worden, hoe beter. Daar hebben een aantal auteurs die hierin mee hebben geschreven, die hebben romans geschreven met een moeder in de hoofdrol. En zo zijn er nog meer. Dus ik denk dat zeker helpt. Maar ik denk ook wel dat het aan ons is om het... om het meer gestalte te geven en om de stroom voorbij te gaan als je die al hebt. Maar om de stroom voorbij te gaan en om te laten zien dat dit ook rock'n'roll kan zijn. Dat dit ook kan gaan over de kern van wat het leven is. Ik denk dat het allebei kan, moet. Ik wil nog één ding vragen voordat we afsluiten. Want onze directeur die zegt altijd dat als vrouwen terugkomen van hun zwangerschapsverlof, dat hij eigenlijk heel erg aanmoedigt als ze een kind krijgen, omdat ze terugkomen en ze ongelooflijk doeltreffend en efficiënt te werk gaan. En ik vroeg me af, is dat voor jullie ook zo? Want dat heb ik mezelf nu de hele tijd verteld. Ik kan me best voorstellen als je een tijd eruit bent geweest, dat je weer heel blij bent om weer terug naar je werk te gaan, denk ik. Als ik de vraag goed heb begrepen. En in het schrijven vroeg ik me ook af, zijn jullie efficiënter geworden sinds je een kind hebt? Doeltreffender? Dat geloof ik wel. Nee. Ja. Ik geloof dat ik iets minder lanterfanterig ben en iets minder telcelkijkend de dag doorbreng. Ja, dat deed ik wel vroeger. En daar denk ik, heb ik nou geen tijd voor. Nu ben ik blij dat ik die uren heb. En daarin is inderdaad wel een heb ik ook wel, denk ik, een Calvinistisch werkethos gekregen. Dat ik denk van, ik heb die uren, hè, tussen 9 en 3. Ja, dan zult gij schrijven ook. Dus dan gaan we rammen. Zien we wel wat eruit komt. En dan ga je inderdaad niet denken van, je hebt een nieuw buikspierapparaat op tv. Ja. Nee. Voor jou niet? Nee, ik schrijf meestal 's nachts. Mijn moeder die zei altijd, er is een tijd in de nacht tussen 3 en 6 wanneer de engelen in je oren fluisteren en dat noemen we inspiratie. En dat geloof ik eigenlijk, is een van de echte zinnen van haar. Dat geloof ik in. Dus ik schrijf echt in de nacht. En dus vannacht? Meestal als ik dan van mijn cabaretvoorstelling kom, dan zit ik vol adrenaline na de theater. Dus dan schrijf ik met die adrenaline in de nacht. Dus ik schrijf in de nacht, dus ik heb overdag... toen hij nog bij mij woonde, had ik hem. Dus ik heb dat niet. Het werkt anders. Die uren. Ja. Dankjewel. We gaan verder. We gaan luisteren naar Neske Wix. Ja. Dank je. Ga even zitten, zoon. En luister naar mijn pen. 2019, jij staat bij de kassa van het theater met je strak gekamde afro, je chique wollen half lange merkjas en roze sjaal. De vrouw achter de kassa geeft je je kaartje en je,
En ze bloost als je naar haar lacht. Qua leeftijd had ze je moeder kunnen zijn, maar dat ben ik. Ik heb swag, mam, grinnik je in mijn hoor. Het blijft een vreemde gewaarwording dat de knapste man die hier vanavond rondloopt uit mijn eigen buik geboren is. Belachelijk überhaupt dat een jongen die ik 2 maanden niet gezien heb kan uitgroeien tot een man. Je bent, ondanks het feit dat je niet zo van lezingen houdt, speciaal voor mij hierheen gekomen. Het enige familielid dat mijn boekpresentaties en filmpremières bezoekt. '21 ben je nu en prachtig chocoladebruin en boomlang. Een meisjesmagneet. Als ik met je door het park loop, vervult me dat met een mengeling van territoriumgedrag en trots. Ik zie een mooiere versie van mezelf die een kop boven me uitsteekt als ik aan je arm hang. Dwepend zoals alleen verliefde moeders dat kunnen. Wandelend door ons Amsterdam. Of beter, jouw Amsterdam. Nu ik zo in dubio ben over blijven of weggaan en al met 1 been in Spanje sta. Het Amsterdam waar tegenwoordig dagelijks honderden zwarte mannen etnisch geprofileerd worden. Hetzelfde Amsterdam waar ik jou amper over durf te bevragen. Bang. Bang dat zoiets jou ook overkomen zal, of erger, dat het al gebeurd is. Die bevriezing, die angst, pas nadat ik het me op papier afvroeg, durfde ik het je in het echt te bevragen. Dat heb ik vaker, dat ik het leven liever zwart op wit aftast dan met gesproken woorden. Mijn vorm van swag. Schrijversangst. Ik aarzel, maar vraag dan toch of je bij het uitgaan overal wordt binnengelaten. Of je ooit op een plek het gevoel hebt niet welkom te zijn. Dat je de deur geweigerd wordt op basis van je kleur. Je ontwijkt, geeft geen antwoord en vindt het duidelijk een vervelende vraag. Hoort dit ontwijken bij jong zijn of hebben wij, je ouders, je dit doorgegeven? Zo ja, hoe dan? Via genen, gedrag of moedermelk? En had ik het anders kunnen doen of moeten doen? Waarom ben jij bruin? Er viel even een stilte kort. En in die korte stilte bevroor ik omdat dezelfde vraag mij als kind keer op keer had doen bevriezen. Omdat mijn mama en mijn papa bruin zijn, hoorde ik je vrolijk antwoorden. Geen vuiltje aan de lucht. Zo simpel kan het zijn dus als je ouders op je lijken en in de buurt zijn, wist ik. Ik kan me niet herinneren dat de afwezigheid van mijn zwarte vader, van de blackness in mijn leven, ooit eerder zo pijnlijk helder voelbaar was. Diezelfde zandbak liep je laatst voorbij, vertel je me vandaag. Je droeg je chique merkjas. En een klein wit meisje keek naar je en zei tegen haar moeder: "Kijk, mama, daar loopt een man." Je herhaalt haar woorden en checkt of ik je begrepen heb. Je zegt, ze zei, gewoon een man. Mama, geen zwarte man, gewoon een man. Ik knik. Dat gewone neutrale dat je man genoemd wordt en dat dit een privilege is dat zo van belang kan zijn, dat herken ik totaal. Dat neutrale zit er meestal niet in een overwegend witte omgeving waar je je moet verdedigen als je het woord zwart gebruikt. En je als wit mens nooit, never hoeft te verklaren als je jezelf wit noemt. Dat is precies waar wit privilege om draait. En dat witte moeders dit soort brieven never nooit aan hun witte zonen hoeven te schrijven ook. En ja, eerlijk is eerlijk. Daar benijd ik ze om. Dank je wel.
Het is een hele mooie brief. Hij is nog langer, dus ik raad iedereen aan om hem te lezen. Ik wilde allereerst vragen, hoe vond je het om deze brief aan je zoon te schrijven? Sorry. Ik vond het makkelijker om hem te schrijven dan om het voor te lezen. Dat gaan we voorstellen. Heeft hij het al gelezen of gehoord, of is dit de allereerste keer? Nou, hij zit hier, dus daarom heb ik dat stuk ook. Ja, dat wou ik hem niet aandoen, maar ik heb het wel even overwogen. Om te zeggen, ga zitten, zoon. En ja. Heel mooi. Ja. Dank je wel. Nee, ik vond het heel spannend. Ja, ja. Wil je dat zeggen? Ja, zal ik even naar je toe komen? Als je dat oké vindt? Ja? Hij heeft het nog niet allemaal gelezen. Ja, ik zelf vond het sowieso mooi. Ik heb het ook met mezelf, met mijn moeder erover gehad, over een paar dingen. Zoals het meisje dat ik tegenkwam en wat zeg maar mijn belevenis daarin was. En ik vond het wel gewoon heel mooi en ik moet het zeker nog gaan lezen. Want ik mis volgens mij nog een paar stukjes van het verhaal. Dank je. Dank je wel. Dankjewel. We moeten weer door. Ik wil graag Janna Loontjes, Jasmine Alas en Eva vragen. Voordat jullie beginnen wil ik mij verontschuldigen voor mijn bril. Ik heb een beetje oogafwijking. Dus ik ben een beetje lichtschuw. Vandaar. Het is niks anders. Ja, Janna, Jasmine, als ik met jullie mag beginnen. Schrijven over moederschap. Hebben jullie getwijfeld over of je dit ging doen of niet? Nou, bij mij is het eigenlijk toen ik die vraag kreeg, zat ik in Somalië. In Noord-Somalië, waar ik eigenlijk 33 jaar niet was geweest. Ik zat in een appartement in mijn eentje. En doodsbang. Ik kende niemand, had ik geen familie. Het enige wat mijn familie en mijn vrienden was, was mijn laptop en mijn telefoon. Toen kreeg ik die e-mail en ik las dat. Ik dacht, moederschap, hoezo moeder? Ik zei al meteen al ja, zonder bij na te denken, omdat ik gewoon aanspraak wilde. En later pas drong dat echt tot me door, wat die vraag was. En toen kon ik niet meer terug. Maar dat was niet van harte in het begin. Waarom was het niet van harte? Omdat ik heb heel vaak over moeders geschreven. En vooral over mijn moeder ook. Dus ik herken daar heel veel daarin. Maar nooit over mijn eigen ervaring. En ik benader ook eigenlijk, dat is al mijn boeken staan vrouwen centraal. Vooral moeder centraal, maar wel eigenlijk moeder als loeder. En niet moeder als lief en leuk. Ik heb kennelijk te veel leuke, fijne moeders om me heen. En ben ik altijd rebel geweest en ik wil dat tegenaan schoppen. Dus ik heb ook eigenlijk de demonenkant van een vrouw als moeder, wilde ik dat belichten. Dus vandaar. En want jouw verhaal, voor degene die nog moet lezen, is echt, dacht ik wel aan een... Het is afwijkend, hè? Ik dacht, het is echt bijna een mythisch verhaal. Het is bijna een Oedipus of een Medea, moest ik aan denken. Waarom heb je voor zo'n oerverhaal gekozen? Nou, kijk, ik zie moeder ook als een vrouw. Mm-hmm. Een vrouw en ook als een mens. En wat ik een beetje moeite mee heb, is dat op het moment dat een vrouw een moeder wordt, wordt dat als een soort heilige verklaard. En wordt vergeten dat ze ook een mens is met al haar narigheid, tekortkomingen, haar duistere kant. Dus moeder kan nooit iets slechts doen. Moeder is onvoorwaardelijk lief. Moeder is dat. Oh nee joh, zijn moeders als loeders. Ze zijn moeders gekke moeders. Moeders die jaloers zijn, die onhebbelijk zijn. Maar dat is allemaal taboe. En zeker onder de moeders mag daar niet gesproken worden. Maar, en dat is eigenlijk wat moeder ook compleet maakt. Als je haar ook alle kanten benadert. En ik wilde juist, omdat ik zag al die roze kleuren hier van al die jonge moeders. Dacht ik, nou,
dat past toch wel een stevige verhaal tussen. Jana, jij knikt dat rooskleurige beeld van de moeder. Zien we dat veel? Te veel? Ja, ik denk het wel. Maar ik hou zelf heel erg van het schrijven over moeders. En daarom knikte ik ook, omdat ik ook hou heel erg van juist die ongemakkelijke, moeilijke kanten. En ja, je vroeg net van, hè, kwam dat als een verrassing, die vraag? Yeah. En nou, helemaal niet. Want ik schreef in mijn romans, heb ik ook moeders als hoofdpersoon. Maar dat moederschap is nooit het onderwerp of het enige onderwerp. Nee, het is eigenlijk, hè, het is een vol leven van iemand die ook kinderen heeft. En dat maakt het juist zo lastig en vaak onhebbelijk. En ja, maar dat vind ik dus wel de leuke kanten. Er zit natuurlijk ook vaak wel humor in. Want ik zat te denken van... ik zat te denken in de literatuur, dan dacht ik, ja, dan zie je als je over de grote boeken schrijft die over moeders gaan, denk ik juist misschien wel meer aan dat schurende en de ontaarde moeder of de moeder die haar kind in de steek laat. Toen dacht ik van, is het hele normale moederschap, is dat wel een geschikt thema voor literatuur? Is dat dan soms niet heel moeilijk of een beetje saai? Of is dat misschien de reden waarom we dan ook, als we op een literair niveau over moeders gaan schrijven, dat het wat schurender is vaak? Nee, maar kijk, het hele leven is schuurd. Het hele leven is niet een prachtig paradijs waarin we leven. Het leven kwelt en knelt en doet zeer. En dat heeft eigenlijk, dat is. En waarom is een vrouw op het moment dat ze moeder wordt, wordt dat anders beschouwd? Mm-hmm. Of men verwacht dat zij anders is en dat ze al haar narigheid kwijtraakt en dat ze opeens boeslief is en dat haar liefde onvoorwaardelijk is. Nee, moeders worden jaloers op hun schoonheid van hun dochter. Ze kijken naar hun dochter en ze denken, goh, ik krijg elke dag een rimpelspij. En ze is nog steeds gaaf. Hoe kan dat? Ik word daar kaal en hier kaal. En ze heeft nog een prachtige bos haar. De dochter krijgt een vriend. En wel dat het moeder gevoelens krijgt voor de man of een vriend van haar dochter. Maar dat mag niet gesproken worden. Dat is taboe. Maar dat bestaat. Ja, maar ik denk ook wel, het is heel erg in the eye of the beholder, zeg maar. Hè? Dus er is een juryrapport uit 2007. Let wel van de Libris Literatuurprijs, volgens mij, waarin wordt gezegd, als er over moeders wordt geschreven, als er door vrouwen wordt geschreven, dan gaat het over persoonlijke wittewasjes. En dat is een belediging van, hè, gigantische proporties. En je krijgt daar natuurlijk ook een soort anti-reactie op. Als jou wordt verteld, als vrouw schrijf je over persoonlijke wittewasjes, dan kan je twee dingen doen. Je kan gaan vechten of je kan je terugtrekken. Ik denk dat heel veel vrouwen zich hebben teruggetrokken of zijn doorgeslagen in het creëren van inderdaad gekke moeders, krankzinnige moeders, moeders die alleen maar de rauwe, schurende kanten van het leven opzoeken, omdat dat dan misschien wel goedgekeurd wordt als literatuur. Terwijl de essentie van moederschap is, wat Jasmine zegt, de essentie van het leven. Dus we moeten ons niet verstoppen. Ik weet nog dat nee, ik, dat lieve ik jou vroeg Eva, van, waar dat ga je is over? Niet zo, omdat oh, nee? ik die mannelijke recensente wil behagen. Ja, ja. Nee, dat hoort ook bij een moederschap. Ik heb het absoluut niet over behagen. Ik denk alleen wel dat als de maatschappelijke tendens zo zwart-wit is, dat je van hele goede huizen moet komen om te laten zien, er zijn nuances. Maar de ik nuance denk dat het ook het heel debat. Erg, het heeft niet alleen te maken met, hè, waar schrijven de schrijvers over, maar ook hoe wordt het gelezen. Zoals ja, die wissewasjes, dat wordt gezegd dan over vrouwen die schrijven. Ja. Maar er zijn natuurlijk genoeg mannen die over kleine, intieme zaken schrijven. Ja, of, maar dat wordt wel anders ontvangen, denk ik. Precies, ja. Precies. Ja. Als zij over onzekerheden of hun eigen moeder of intieme zaken als erectieprobleem of wat dan ook, dan wordt het als existentiële levensvragen. Maar ja, als een vrouw over haar ongesteldheid schrijft of menopauze of liefdesverdriet, ja, dan wordt het ineens wissewasjes genoemd. Dat is natuurlijk onzin. Arnold Groenberg, als je al zijn boeken leest, die jongen schrijft altijd een man, een jonge man die heel lelijk is, met bukkeltjes en rood haar, die altijd probleem heeft met de seksualiteit, met de intimiteit. En het is in al zijn boeken, oud-jong, zie ik hem. Ja. Maar dat is een hoogliteratuur. Ja. En als vrouw dat doet, dan is dat altijd iets op aan te merken. Dat is precies wat je zegt, dat kleine wisselwasjes. Ja. Maar precies. Maar dat is dus inderdaad hoe het gelezen wordt. Dus niet zozeer wat er geschreven wordt, maar hoe het gelezen wordt. Dus ja, maar de vraag is of een
moeder of een vrouwelijke schrijver daar iets van moeten aantrekken. Dat is niet dat jij jezelf daar moet aanpassen. Dat nee. is dat wij de mannelijke recensenten moeten opvoeden. Precies, precies. Ben ik helemaal met je eens. Dat ze naar zichzelf moeten kijken. Er moet juist veel meer ja. gedaan worden. Zelfs, want het, het is interessant, want het, ja. het gaat nu veel over de mannelijke recensenten. Terwijl de meeste lezers zijn... vrouw. Maar het zijn niet alleen mannelijke recensenten, okay, ook vrouwen. Ja. Maar die hebben dit geïnternaliseerd, die blik. En eigenlijk ja. hebben heel veel mensen die blik geïnternaliseerd. Want wij zijn allemaal gewend om ons te identificeren met mannelijke hoofdpersonen. Met ja. Holden ja. Caulfield, met Frits van Echters, met nou, noem maar nog een paar Hamlet. Maar er zijn veel minder hè, vrouwelijke hoofdpersonen die je zomaar op kunt noemen, waarmee je leert identificeren. En dat geldt zowel voor mannen als voor vrouwen. Dus wij als vrouw ben je ook gewend hè, om dat mannelijke perspectief in te nemen. Ja, maar kijk, ik denk ook dat het te maken heeft omdat dat de man kan de wereld verkopen dat hij eigenlijk fulltime schrijver is. Want hij is ochtends, een man is altijd eigenlijk schrijver, is een groezelige blanke man die ochtends opstaat, naar zijn werkkamer gaat. Hij krijgt van zijn vrouw zijn ontbijt, zijn sigaartje, zijn koffie en... De huishouden en de kinderen worden door de vrouw gerund. En zo'n man kan eindeloos literatuur bedrijven. Terwijl de vrouw die dezelfde ambities heeft... ook nog duizenden andere taken op zich neemt. Dus eigenlijk als je zegt, ja, het is iets te combineren... moederschap en een schrijverschap. Ik zou liever een groezelige man willen zijn, een blanke man... die op zijn wenken wordt bediend. En, want dan heb je eigenlijk alle ruimte... En die klein beetje ruimte die Rozen dat had. Die paar uurtjes die je hebt als moeder om nog een literatuur te bedrijven. Ja, maar ik vind juist die knelling. Dat er echt een vluchtreactie is. Hè? Vechten of vluchten. Want als je kijkt naar alle rollen die schrijvende vrouwen vervullen. Hè, er is inderdaad een school, er is een crash, er zijn. Misschien is er wel mantelzorg ellende. Dan moet je dus heel erg op je strepen gaan staan als je die tijd voor jezelf ook... inneemt. Maar wat gebeurt er als je de hele dag aan het vechten bent? Dan krijg je gewoon een brain freeze. Dus het ligt niet alleen aan de mannen. Het ligt ook aan de term emotional labor. Misschien heb je er wel eens van gehoord. Vrouwen trekken heel veel naar zich toe. We nemen heel veel verantwoordelijkheid. En als je iets niet kan gebruiken bij schrijven, is het wel de hele dag nadenken over welke rollen moet ik vervullen. Mijn man zit op kantoor. Ik zit lekker te schrijven. Weet je wat? Ik haal mijn kind wel uit school. Oh nee, joh, dus het is best wel moeilijk om alleen maar... ik denk wel dat die hele discussie, ook wat Janna net zei, het is geïnternaliseerd. Kijk naar de film. Vrouwen zijn natuurlijk in heel veel aspecten nog steeds objecten. En we mogen echt onze rol als subject gaan innemen in de literatuur. Ook omdat vrouwen veel lezen, maar mannen boeken kopen, dat zou leuk zijn. Boeken kopen geschreven door mannen. Dus het is, en wij kunnen het inderdaad niet in één avondje oplossen. Dit is ook iets in onszelf. Hebben jullie zelf gecensureerd? Dat je denkt van, ja, ik zou hier wel over willen schrijven, maar ja, ik ben wel bang, dat wordt misschien niet serieus genomen. Of dan word ik weer als zo'n bepaalde type schrijver. Ik zei net al grappend, de Margriet, er staat daar een prachtige quote van de Margriet. Dat is natuurlijk niet mijn lijfblad. Natuurlijk, ik weet niet of ik hier mensen mee beledig, maar wij zijn aan zich blij met zo'n quote, maar we willen liever een quote van de Vrij Nederland. We willen liever een quote van, hè? Die gaan er ongetwijfeld ook komen. Maar het feit is dat de hele, zoals wij het noemden in de Volkskrant, de lifestyle hoek, die loopt met zo'n boek weg. Maar dat is helemaal niet relevant. Maar dus Eva, ik zeg het eigenlijk niet dat het mijn motto is altijd. En ik zeg ook altijd jonge meisjes. Ik begeleid ook vaak jonge meisjes. Ik zeg, je hoeft nooit te vragen, mag ik er zijn, mag ik dit doen? Nee, natuurlijk. Eis het gewoon op. Absoluut. Eis je plek gewoon Absoluut. Op. Ja. En dat is... Dat is eigenlijk een andere manier naar jezelf kijken en naar je vrouw zijn kijken. Ja, maar ik mis hier ook wel een soort onderschik maakt. Volgens mij moeten we vooral solidair zijn, want ik merk nu ook, volgens mij zijn we met elkaar eens, maar ik merk niet alleen in, of je nou journalist bent, makelaar of schrijver, ik vind dat heel veel moeders niet solidair zijn. Volgens mij willen we allemaal meer stemmen, willen allemaal grotere maatschappelijke positie. Vrouw zijn, moeder zijn, maakt me niet uit. Maar een voorbeeld vandaag. Ik was in de speeltuin met mijn zoontje. Ik wilde dit voorbereiden, maar ik was thuis met mijn zoontje. Toen was er een andere moeder in de speeltuin en die zei tegen mij, ben jij niet heel erg druk? Ga naar huis, ik neem jouw kind over. En het werd nog mooier. Ik kwam na een uur terug, mijn kind hing ergens in een boom.
en wilde niet mee naar huis. Ik moest hier naartoe en zij zei tegen haar eigen zoon, wij gaan nu naar huis, want Eva krijgt haar kind niet mee. En dat vond ik zo mooi, een moeder die haar eigen kind mee naar huis neemt, omdat ik mijn kind niet uit de speeltuin krijg als er een ander kind is. En dat gebeurt zo weinig, dat we echt als vrouwen, moeders elkaar helpen, dat we zien hoe zwaar we het hebben. En in plaats van, zeg maar, hè, de stiff upper lip, waar we allemaal ongelooflijk goed in zijn, gewoon eerlijk zijn en zeggen, eis die plek op. Het is verdomde moeilijk, maar het moet wel en het doet pijn. Het is moeilijk, je moet ervoor vechten. Wat wij hier aan het doen zijn, volgens mij. Maar ik denk dat is eigenlijk, dat staat nog los van hoe literatuur over moederschap gewaardeerd wordt. Ja. En dat vind ik wel echt ernstig. Dat ja. er zo snel, zodra door een vrouw geschreven over moederschap ja. gaat, ja. wordt het al gauw als vrouwenliteratuur ja. bestempeld. Ja. En dat vind ik wel kwalijk, hè, want daar hebben jullie het ook al eerder over gehad. Maar moederschap is natuurlijk een groot belangrijk onderwerp. Het is net zo belangrijk als liefde, dood. Ik bedoel, het moederschap inderdaad, je geeft het leven. Je voedt een klein kwetsbaar wezentje op dat doodgaat als je het niet verzorgt. Ja. Dat is een ontzettend belangrijk onderwerp. En het is zo vreemd dat dat wordt weggezet als een intiem, onbelangrijk wissewasje. Dus ja, dat vind ik heel kwalijk. Maar het is ook altijd fijn om namen te noemen. Oh, sorry. Ja, ik wou daarbij aansluiten, want ik ben het helemaal met je eens. Maar ik denk dat het probleem ligt dat we toch leven op een christelijke traditie. Waarin de moeder, of je nou gelooft of niet, de moeder. Kijk naar de Maria-verering, die heeft geen stem. Wat weten we van Maria? Wat weten we? Het vrouwelijke evangelie is verdwenen. Dus het schrijven vanuit vrouwelijk perspectief is daar al weggewist. En de moeder van Jezus is onbevlekt ontvangen en heeft geen stem. Ja, het heeft natuurlijk ook. De basis. Ja. Ja, dat en natuurlijk een geschiedenis waarin, pas sinds zo'n 100 jaar studeren en vrouwen en stemmen we. En dus er is natuurlijk een enorme achterstand die nog steeds wordt ingehaald. Ik wil eerst iets anders vragen. Want je zei net, er gaan vast in De Groene en Vrij Nederland bijvoorbeeld ook quotes of stukken komen. Ja. Maar dat vind ik interessant, want zeg maar, dat zou kunnen, maar het zou ook niet kunnen gebeuren. Mm-hmm. Omdat ze denken, ja, dat moederschap, we zijn hier intellectuelen. Ja. Ik ga het niet over poepleiders hebben, daar heb ik helemaal geen zin in. Wie heeft welke verantwoordelijkheid hierin? Nou ja, ik vind dat de verantwoordelijkheid gedeeld is. En ik wil niet alsmaar parallellen gaan trekken naar de kinderen, maar opvoeden doe je ook samen. Dus ook deze opvoeding moeten we samen doen. Als een Vrij Nederland ervoor kiest om zo'n boek niet te recenseren, dan mogen wij daar iets over zeggen. Hè, er is een gigantische lacune en dat mogen we benoemen. Dat hebben we in de Volkskrant ook gedaan, omdat er een opinietijdschrift is die echt, een redacteur had een onvergetelijke quote. Die zei, ik ga jullie boek niet recenseren, want wij hebben jonge lezers. Onze lezers zijn niet geïnteresseerd in moederschap, kinderen. Onze lezers, nu komt die, willen leren. Nou ja, die gaat boven mijn bed. Die vond ik wel zo ver gezocht, Hulde. Want het gaat natuurlijk over het leven. Dus dat opvoeden moeten we samen doen. Maar ik denk echt, wat Janna net ook zegt en wat Neske zegt, het gaat zo ver terug. De vrouw als hysterisch wezen zijn we allemaal heel erg mee bekend. De vrouw die haar mond open doet, wordt weggezet als hysterisch. De vrouw die haar mond open doet omdat ze vindt dat er te weinig boeken worden verkocht, gelezen door vrouwen, gemaakt door vrouwen, worden ook weggezet als vervelend en hysterisch. Sinds ik moeder ben, ik ben nog nooit zo vaak een zeur genoemd. Ik ben een zeur. En dat is fascinerend, want voor jezelf opkomen is dus blijkbaar zeuren. Maar wel een mooie zeur. Ja, dat is nog erger. Vreselijk. Vinden jullie dat er wel veel verhalen over vaderschap zijn? Dat zat ik namelijk te bedenken in de voorbereiding dat ik dacht, wordt er veel over vaderschap geschreven eigenlijk? Nee, ook niet zo heel veel. Nee. Nee.
Nee. Nee, het is sowieso het opvoeden is een beetje. Maar goed, het is natuurlijk... Ik zei net al even van studeren en stemrecht. Maar we hebben natuurlijk een heel lange geschiedenis... waarin de vrouwen thuis bleven, voor het gezin zorgden. De mannen gingen naar buiten studeren, hadden de beroepen trokken de wereld over. En die schreven daarover. En dat waren de belangrijke onderwerpen. Ja, dus was zij hun schreven mannenwereld dus niet, eigenlijk. Ja, precies. Ja. Ze schreven dus niet over wat er thuis gebeurde. En daar waren de vrouwen en die schreven ook niet. Dus, nou ja, dat is... Dat is dus in de laatste 100 jaar gaan veranderen. Maar daar loopt die kritiek, de literaire kritiek... en wat beschouwd wordt als belangrijke onderwerpen, loopt daarop achter. Ja. Maar ik geloof het ook wel dat wij tijd in te halen zijn. Dat we achterlopen, dat het heel nu eigenlijk veel meer vrouwelijke schrijvers zijn... dan mannelijke schrijvers. En dat het krachtig gebundeld gaat worden en dat dit eigenlijk een voorloper is... van wat er komen gaat. Ja, ik denk het ook. En dat we alleen, ik geloof het ook in dat wij mannelijke recensenten moeten opvoeden. Ja. Daar ben ik altijd. Dat is mijn mening. Die oude groezelige recensenten mannen, die moeten even in de kast. Nee, ja, zolang we ons niet verdedigen, wat ik het allerergste vind, dat vind ik een zwakte bot om je te gaan verdedigen. Je schrijft literatuur, het maakt geen fuck uit waar het over gaat. Ja. Het is literatuur, net zo goed als Jan van Mersbergen, net zo... Ik weet niet waar we Jan van Mersbergen nu noemen, maar... Ja, die heeft een boek geschreven, Man-Vader. Ja, en die vindt alle vrouwen gek, dus ik heb een beetje een hekel aan hem. Maar vooral, laten we ons niet verdedigen en niet in het verdomme hoekje laten drukken. En dat doe je ook door het te blijven doen. Dat vind ik ook, we moeten produceren, we moeten aan de bak... Meer, denk ik, vaker. En daar hebben die Maak mannen je geen wel zorgen. Zeker. Dat zijn veel meer vrouwelijke schrijvers. En zeker jonge vrouwelijke schrijvers. Ja. Dus we gaan decennia lang mee. Ja, maar ik denk ook dat er maatschappelijk een kentering nodig is. Het is niet alleen, we moeten die tijd opeisen. Die geheime hut, die Sanneke heel prachtig beschrijft in haar verhaal in de bundel. Elke schrijver heeft een geheime hut nodig. Daar mag die man echt niet in. Of die vrouw, als je met een vrouw een kind samen hebt. Het kind mag er ook niet in. Die geheime hut moeten we echt wel heel erg met hand en maar tand verdedigen. Maar merken jullie dat we nu, hoe langer we over de moederschap en schrijvers hebben, dat we nu het hele verhaal van de, eigenlijk vrouw tegenover man maken... Ja, het is wel nodig, denk ik. Opeens staan we rechtlijn tegenover de man. Maar dat is eigenlijk waar het niet om moet gaan. Nee, daar ben ik het ook niet mee eens, eigenlijk, hoor. Ja. Want dus het is... Wij zitten hier met z'n allen en we vallen precies in de valkuil... dat we nu rechtlijn tegenover de man gaan staan. Ik denk dat het gesprek veel te weinig wordt gevoerd. Het gaat ook over heel inherent over loonsverhoging. Zolang wij minder verdienen, elke boerenlul die meer verdient dan ik in dezelfde baan... dan moet er een gesprek gevoerd worden. En dan vind ik wel dat we die mannen echt zeg maar, flink mogen toespreken. We hebben een gedeelde verantwoordelijkheid, maar er ligt zeker een schuldvraag ook bij mannen. Ik vind het te makkelijk om te zeggen, je mag de ander niet de schuld geven. Ik vind als niet, de ander een fout maakt, daar ben ik het echt niet mee eens. Want ik heb, kijk, er zijn problemen, maatschappelijke, sociale problemen en ongelijkheden. Die moeten opgelost worden, natuurlijk. Ja. Maar het heeft geen zin om te zeggen, dat is de schuld van de man. Want het is een ingebed probleem in onze samenleving. En daar kunnen wij... alle twee iets aan doen. Daar kunnen mannen ook iets aan doen. Dat juist. Ik dacht even stil. Want het werd net heel mooi beschreven in het beeld van een man die eigenlijk geen gezin heeft en die gewoon lekker dat kopje koffie neemt en een sigaar. Mannen hebben natuurlijk wel, en dat heb je eigenlijk in alle emancipatiediscussies, vaak voordeel bij het gelijkhouden van de status quo. Dus hoe ga je daar dan mee om? Moet je hun toch in jouw kamp proberen te krijgen? Ja. Hoe doe je dat? Nou, ik vind namelijk, ik kan niet... mijn schrijfschap is ook heel erg afhankelijk... ook dat de weesman aanwezig is op de wereld. Want dat is wel een product waar ik naar kijk... waar ik op geil tegen vecht. En, dus ik vind het wel heerlijk dat ze er zijn... En ik hoef ook niet de rechtlijn tegenover ze te gaan staan. Ik kan ze ook misbruiken. En als personages in mijn boek gebruiken. En in die zin, ik heb ze ook lief. Dus in die zin, ik hoef ze niet tegen ze te gaan bevechten. Maar het is wel belangrijk dat zo'n boek als dit nu er is... om te kijken, met z'n allen te gaan kijken, hoe is dat nou? Wat maakt het nou vrouw als je op het moment dat een moeder wordt? Waar komt die schroom en waar komt die schuldgevoel vandaan... om dan toch nog als je werk naar behoren te kunnen beoefenen?
En dat heeft voor mij, dat staat echt los wat dan deze man is en wat hij hier, nee. En ik hoef dat ook niet mijn moederschap en mijn schrijfschap ook niet tegenover man te bevechten. Wel merk je wel natuurlijk dat recensenten, die vaak ook mannen zijn, daar anders tegenaan kijken. Maar het is ook een kwestie van tijd, vind ik. Ja, dat ja, en dat we met z'n allen denk ik ook over daarover gaan schrijven. Dus ik denk dat het ook belangrijk is dat vaders over vaderschap gaan schrijven. Of dat zij ook over moederschap gaan schrijven. Dat het gewoon een thema wordt die eigenlijk wat jij zegt... heel logisch is dat hij in de literatuur gaat. Nou, er zijn ook al heel veel mannelijke schrijvers die prachtige boeken hebben geschreven over hun moederschap. Adriaan van Dis, die heeft een fantastisch boek geschreven. Ja. En natuurlijk op antwoord op jouw vraag. Ik vind dat er veel meer mannen feministisch zouden moeten zijn. Ja, en daar hoop ik ook op. Dat zij ook feministen worden. Dus, ja. Dat de gelijke kansen, gelijke rechten, gelijke beloning, dat de mannen daar ook voor zijn en zich daar ook meer voor uitspreken. Dat niet alleen maar vrouwen daar altijd voor hoeven te vechten. Ja. Dat is toch een sociaal, maatschappelijk probleem. Daar kan toch iedereen zich over opwinden. Kijk, ik kan... Nee, ik vind dat net zo. Ik bedoel, zoals met racisme. Ik wind me ook op over racisme. En dan hoef je niet per se donker voor te zijn, vind ik. Dat zijn maatschappelijke problemen. Je hebt juist iedereen dan nodig. Wil je iets veranderen? Net zo met ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Maar ik vind de schuldvraag ook heel iets anders dan de ander de hand boven het hoofd houden. En dat, ik vind dat we dat laatste veel te veel doen. Ik ben het helemaal met jou eens. Er mag echt maatschappelijk meer debat worden gevoerd. We nemen mannen ook wel in bescherming in hun riante fijne positie. En dat moet doorbroken worden. Ja, nee, dat is iets anders dan dat de is wat ander. Anders. Nou, dat is wat anders dan de schuldvraag stellen. En dat is totaal wezenlijk verschil. Ik denk dat we dat vanavond niet gaan oplossen. Ik denk wel dat jullie met het boek wat aangeraakt hebben. En ook interessant om ook bijvoorbeeld al te kijken naar hoe vrouwen op deze uitnodiging reageerden. En hoe het boek ontvangen wordt. En welke thema's het allemaal raakt. En hoeveel verschillende beelden van moeders jullie eigenlijk in één zo'n bundel met 13 verhalen al verzameld hebben. Ja, ik kan als net moeder zeggen dat het... met vlagen enorm geruststellend was ook. Dus, het is echt een prachtig boek. En het is ook, als je baby niet stopt met huilen, heel fijn en prettig om te lezen van... oh ja, er zijn ook andere moeders die wel eens bepaalde dingen over hun kinderen gedacht hebben. Dus echt een heel prettig en belangrijk fijn boek. Fijn kraamcadeau voor jou. Ja, absoluut. Voordat we naar de bar gaan en misschien het boek ook allemaal gaan kopen... gaan we nog luisteren naar Saskia de Koster. Ja. Die heeft net Nachtouders geschreven waar alle kranten over vol staan. Maar vanavond lees een stukje voor uit de bundel. Misschien nog een coming-out om te eindigen. We hebben het over moederschap gehad. Ik heb eigenlijk nooit een kind willen dragen en baren. Ik heb dat ook niet gedaan. Ik ben ook nooit lesbisch willen worden... Maar dat heb ik wel gedaan. Die keer dat ze die rauwe naad ontdekte waar zijn oor vastgehecht zat aan zijn hoofd. Dat ze zich geschokt afvroeg wie hem mishandeld had en aan zijn oor getrokken had. En op weg naar de spoed werd de wonde een vleesetende bacterie. Razendsnel vrat hij zich door een baby heen, dat had ze gelezen. En die bacterie haastte zich weg zodra de dokter zich over Saul boog en een vette zalf voorschreef voor een droge huid. Ze weet niets. Ze twijfelt aan de meest voor de hand liggende dingen, omdat ze zelf vergeten is hoe het was om een baby te zijn. Ze weet niet of een kindje dat vanuit babykleermakers zit omvalt als een bowlingkegel blijvend hersenletsel kan oplopen. Ze weet het niet. In een jaar tijd leer je niks. Het onbestaande handboek dat geen moeder zou schrijven, omdat ze er geen tijd voor heeft... zou zeggen dat je na een jaar klaar bent om even adem te happen. Gemiddeld. Het woordje dat vaak opduikt. Gemiddeld. Het handboek zou ook zeggen dat je kind gemiddeld 50 centimeter groot moet zijn met een schedelomtrek van 35 centimeter. Dat het met 8 maanden zijn vinger en duim als een pincet moet kunnen gebruiken. Saul kon het niet. Het handboek zegt in dat geval niet panikeren. Dan moet je opeens de afwijking van het gemiddelde omarmen. Of op zijn minst lieflijk proberen te tolereren. Vooral niet panikeren. Als iemand haar zegt, niet panikeren, dan hoort ze de negatie niet.
Ze hoort enkel het woord panikeren. Het doet haar denken aan haar moeder, die vroeger in een lift, wanneer iedereen doodkalm naar het verspringende getal boven de deur keek, als enige dol van paniek was een hyperventilerend kreet: kalm blijven, niet panikeren, kinderen, we geraken hier uit. Heeft Saul dat 9 maanden lang gedacht in zijn alsmaar kleiner wordende huis? Niet panikeren, ik raak hier uit. Dat lijkt haar het vreselijkste. 9 maanden lang met je lichaam een huis maken, krap, maar helemaal op maat, met alle voorzieningen voor de kleine bewoner. Je metselt hem liefdevol in en dan, onaangekondigd van de ene dag op de andere, klopt hij op de deur en eist die kleine parasiet, die je hele lichaam duchtig geplunderd heeft, dat hij eruit geraakt en maakt hij op zijn weg naar buiten nog een en ander kapot. En panikeer jij dat de ingang te smal is, dat hij er niet uit kan, en of heeft Saul niet eens de tijd gehad om te panikeren. Hij is met een keizersnede geboren, want hij lag in het stuit, al vrolijk recht overeind de wereld in te kijken. Een week vroeger dan de baby was uitgerekend, stond de keizersnede keurig ingepland. De dag ervoor zaten Julie en Saskia thuis. Julie is niet gemaakt om te zitten, ook niet in hoogzwangere toestand. Ze dobberde rond om haar koffers te pakken. Opeens besefte Saskia na bijna 9 maanden dat hun zoontje niet langer in de buik van haar lief, maar in dit huis zou wonen, bij hen. Ze besefte dat zij nu ook een rol op te nemen had. Welke precies was nog onduidelijk. Een piepklein kind dat ze de volgende dag gingen halen in het ziekenhuis op afspraak. Opeens kreeg ze een aanval van nestdrang. Als een maniak begon Saskia het huis schoon te maken, de dampkap te ontvetten, plinten af te stoffen en kasten te verschuiven. Julie betrapte haar toen ze bloemblaadjes van het dakterras stond te stofzuigen. De eerste avond. Hij is nog een eendagsvlieg. Met kramp in haar vingers blijft Saskia controleren of haar ouders reageren op een berichtje dat het jongetje geboren is. Er komt geen reactie. Op een vleesrode bank ligt ze de hele nacht op 5 meter van Julie en hun zoontje te tollen. Iets knipt gaatjes in haar vreugde. Ze blijven een week in het ziekenhuis, verzorgd als koninginnen. In het midden van de lente ontdekken ze dat er in hen een onoverwinnelijke zomer zit. Eten en slapen en ontwaken in een nieuw seizoen met een nieuw leven. Het leven in een ziekenhuiskamer. Een wonderdier dag en nacht kunnen bekijken, eten krijgen, bij iedere golfbezoek een paar flessen cava opentrekken, op een slaapzetel mogen liggen en opveren bij ieder klein geluidje dat de nacht doorprikt. Een kreetje om melk vraagt om alle hens aan dek. Aan de alarmbel gaan hangen, dag en nacht. En altijd verschijnen de vrouwen. Het kleine jongetje moet genoeg bijkomen of hij kan niet aan zijn tocht beginnen. Ieder druppeltje vette moedermelk telt. Saskia schrikt zichzelf een vuile luier omdat ze bij het verschonen van Saul een stukje van zijn navel afbreekt en denkt dat ze hun zoontje al verminkt heeft voor het leven. Ze hoort gelach om haar paniek, lacht mee met de lachende verpleegster, lacht opgelucht met Julie. Na die week willen ze tekenen om het contract te verlengen. Maar de schare vroedvrouwen toont ze de weg naar de uitgang, naar de buitenwereld, naar hun huis. Zijn huis. Julie staat in een lichaam te wankel haar liefde uit te stralen. Zij staan samen op de stoep bij de voordeur. Saskia wil daar eeuwig blijven staan, in de warme zon die met haar stralen alles begrijpt. Daar samen blijven staan en niet naar binnen gaan. Maar met een vingerknip is het moment voorbij. Samen dragen ze hem de drempel over. Symbolisch. Meer maxicosi dan baby, meer verwachting dan werkelijkheid. Opeens begrijpt ze niet dat ze dit moment niet heeft zien aankomen. Het moment waarop ze een andere rol uit haar hoed moet toveren en zichzelf moet heruitvinden en zich vastbinden aan haar niet-biologische kind. Ze hebben hun huis al heruitgevonden in de aanloop naar Saul. Saskia heeft haar atelier laten halveren. Er is een muur geplaatst tussen haar geheime kamer, waar ze met verf en late uren op doek haar gang kon gaan, en de slaapkamer van de baby, die toen nog 100 namen had. Zal ze zelf ook halveren? Julie rolt er natuurlijk in na 9 maanden heruitvinding. Pas toen de werkmannen bezig waren met de muur, weliswaar scheef te plaatsen, besefte Saskia wat een opgave het was om gewoon nog maar het huis te herverdelen. Een stukje gepikt uit iets wat haar grondvestte.
de enige ruimte met een deur. Ze lachen ermee. Nu is haar werkkamer boven in hun open huis. Ze zit in haar ivoren toren en ze roept omlaag. Het weergalmt. Ze delen vanaf nu alles. Dank u. Dankjewel voor jullie aandacht. Graag nog één keer een applaus voor iedereen die vanavond heeft gesproken. Annemarie de G, Eva Kelder, Sanne van Hassel, Alklien, Evelien, Neske Beks, Saskia de Koster, Roos Slikker, Nielke Jelle, Janne Loontjes en Jasmine Alas.